Hallo jongens, meisjes van Tolkien's Gamer, welkom weer bij deze nieuwe video. En vandaag gaan we zoals je ziet verder met onze survival serie. Het is alweer de 7e of de 8e aflevering, denk ik dan tenminste. Ik heb er best wel veel zin in, laten we beginnen. De vorige keer gingen we dus eigenlijk op zoek naar eten en hebben we ook even een bed en al geregeld als het goed is. Maar we hebben veel meer eten nodig, dus ik ga gewoon de wereld in en dan zien we eigenlijk wel of we wat eten terechtkomen. Dat klopt totaal niet. Maar ik bedoel daarmee natuurlijk dat we wat dieren gaan vinden en daarmee eten kunnen fixen. Want daar hebben we... we hebben een soort van een tekort aan eten. Een soort van een voedselcrisis of wat dan ook. Weet je, dat is niet goed, jongens. Laten we bijhouden, het is niet goed. Een voedselcrisis in Minecraft is niet goed. Maar ik heb serieus geen idee naar welke kant we überhaupt op moeten gaan om wat dieren te vinden en ze te killen. Dus ik ben ook maar even aan te rondkijken. Want daar is ons huis. Dat weet ik wel. We moeten ook niet ons huisje gaan kwijtraken, want dat is ook niet goed. Dus ik ben trouwens in de Knol Power Texture Pack, zoals je hier ziet. En het is best wel cool, dus ik heb dat gewoon even vandaag aangedaan. Want ik heb... What the fuck? Een bug? Kijk deze bug. Oh nee, nu doet hij het weer. Maar ja, wat er dus aan de hand was, is ik had eigenlijk zin in iets anders dan normale default, weet je. Ik dacht, weet je, random. Ik ga gewoon random de Knol Power Texture Pack dragen. Want waarom? Omdat ik heel veel Knol Power heb en Turk Power tegelijkertijd, oké? Daarom. En het ziet er wel grappig uit, dus waarom niet, jongens? Maar hebben jullie nog... Ik heb serieus geen eten gezien. Ik heb het ook wel eens gehad dat de mensen in de reactie dan wel eten hebben gezien. Maar ik zelf niet. Dus dan hebben jullie het gezien, maar ik niet. Dat heb ik echt zo vaak. Ik kan daar echt niet tegen dat ik dan weer in de reacties dat lees. En dan facepalm ik zo hard. Jullie willen niet weten. Maar we moeten ook ons huisje niet kwijtraken, want dat is daar zo. En oh ja, wat ik van ons huis wil maken, is zeg maar een soort van... hoe noem je dat? Een chest room. Volgens mij noem je dat zo, een chestenkamer of wat dan ook. Gewoon een kamer waar we al onze chesten in kunnen douwen. Een soort van voorraadje. Dus daar kunnen we onze voorraadjes maken met allerlei chesten. Oh, daar is een dier. Hoppa. En daarmee... Oh, kom op. Wacht. Daar. Oké, we moeten daarop komen natuurlijk, Tolkien. Kom op, we can do this. We can do this, Tolkien. Oké, zien we hem? Oké, nou hebben we eten. Even kijken. Zo, oké, nice. Hoppa Mahmoud. Geen hoppa Kees. Hoppa Mahmoud. Oké, nu moeten we wel even de weg terug naar huis kunnen vinden. Ik weet dat volgens mij waar ons huis ligt. Want we kwamen... Ja, daar is ons huis. Oké, mooi. Niet dat het opeens kwijtraken, weet je. Daar heb ik ook vrij weinig zin in, moet ik eerlijk zijn. Oké. Hebben we verder geen kipjes of zoiets op de grond die we kunnen opeten? Nee? Oké, dan ga ik gewoon verder met andere dingen. Want we kunnen ons gelukkig nog bezighouden met andere dingen. Naast gewoon eten zoeken, denk ik. Maar we hebben sowieso heel veel hout nodig. En waarom we hout nodig hebben is heel simpel. Want dit is dus een chestkamer, zoals ik al eerder heb verteld, ja? Oh ja, ik ga even nog een oven bijmaken. Dat is ook wel handiger. Maar we hebben ook geen stenen. Dus ik ga eerst ook even wat steen hakken in deze aflevering. Want ik ga het gewoon proberen zo lang mogelijk te maken. Gewoon zo'n 20 minuten aflevering. Is wel leuk toch af en toe. Dus dat gaan we zo doen. Ik ga eerst hier naartoe. En dan ga ik gewoon even wat steen hakken. En ik hoop dat ik ook wat andere dingen tegenkom. Even kijken. Wacht. Ik ben hier wel een beetje bang aan het worden. Want de vorige keer zag ik hier een enderman. Oh, dat kunnen we natuurlijk niet hakken. Dan hebben we een steen en pickaxe nodig. Dus ik ga eerst gewoon cobblestone hakken. Dat is handig om te hebben, jongens. Cobblestone. Gewoon cobblestone. Niks anders. Alleen maar cobblestone. Zo. Krijgen we hier ook levels door dit te minen? Ik dacht van wel, maar ik weet niet zeker. Want je krijgt ook levels, zeg maar, bij andere dingen minen. Ik dacht niet, zeg maar, als je coal mine, dat je dan pas levels kreeg. Dat had ik tenminste in gedachten. Ik weet het niet 100% zeker, natuurlijk. Oké, zo. Dan gaan we weer naar boven toe. Wacht. We gaan gewoon proberen zoveel mogelijk op zo'n tak. Ook al gaat dat zo slow met zo'n bronze pickaxe. Geen bronze pickaxe toch dan? Een houten pickaxe, want het is geen RuneScape. Dat is het gewoon. Het is gewoon geen RuneScape. Makkelijke verklaring hiervoor. Het is geen RuneScape. Want in RuneScape heet het namelijk wel gewoon zo'n brons pickaxe in plaats van een wooden. Weet je, beide klinkt heel logisch. Weet je, brons. Het is van brons gemaakt. Dat is een soort van een steensoort brons, dacht ik tenminste. En hout is gewoon van hout gemaakt. Heel simpel. En in Minecraft heb je hout en in RuneScape heb je steen. Ik heb serieus geen idee waarom ze in RuneScape geen houten pickaxe hebben dan eigenlijk. Want ik heb RuneScape echt genoleid, maar ik heb daar nooit nog over nagedacht. Oh, het wordt alweer donker. We kunnen natuurlijk slapen omdat we dus laatst even een bed voor onszelf hebben gefixt. Daar ben ik wel blij mee. Nice. Kunnen we even slapen? Kunnen we gewoon de nacht easy skippen? Dat is gewoon zo chill aan een bed, man. Een bed is gewoon serieus echt heel handig om te hebben. Dat is zeker, want zonder een bed kom je echt niet ver. Even kijken. Dan maken we als eerst een oven hiervan en daarna een stone pickaxe, zodat we ook wat iron en al kunnen hakken. Zo, een furnace gefixt. Ga ik hier plaatsen. Nice. En dan ga ik ook... wat kan ik hiervan maken? Een stone pickaxe. Oh ja, ik moet gewoon soms denken. Ik weet niet. Oh, maar wacht. Maar dan hebben we ook stokjes nodig. Even in onze chest kijken of we wat stokjes hebben. Hebben we stokjes?
Oh, wacht, die kan nu niet open, hè? En dat komt gewoon puur omdat die oven daarvoor staat. Hoe gaan we dit doen? Dan moeten we het een ander plekje geven. We kunnen het misschien hier plaatsen. Dat kunnen we doen. Hier en daar. Daar gaan we gewoon onze beide furnaces plaatsen, oké? Dan hak ik dit er ook gewoon meteen af. Dan hebben we ook de geplaatste die ook gelijk daar. Dat is niet zo moeilijk, denk ik. Zo, furnaces wordt geplaatst. Oh, wacht. Ik plaats het zo verkeerd. Waarom plaats ik het zo polio? Dat is niet goed. Opnieuw. Gewoon een opnieuw knopje. Dat had ik ooit gezien bij Very Old Parents, volgens mij. Gewoon zo'n opnieuw knopje. En dan weer opnieuw. Dat was echt grappig. Dat was echt ziek grappig. Oh, stokjes hebben we. Nice. We hebben kieken. Zo. Hey, stokjes op elkaar. En daarna gewoon wat drie koppen zo naast elkaar. En bam. Je hebt gewoon een pickaxe in no time. Hoe makkelijk is het wel niet? En dan gaan we meer dingen hakken, jongens. Maar we hebben ook heel veel hout nodig. Dus ik ga gewoon proberen heel veel te minen en hout te verzamelen. Dat is gewoon heel simpel, denk ik. En wel te doen in één aflevering, tenminste. Die 20 minuten gaat duren. Even kijken. Waar kan ik het beste hakken? Zal ik gewoon naar beneden graven? Zal ik dat überhaupt hier in deze cave doen? Want meestal worden caves gewoon gebruikt voor... Oh, kijk, een spider en shit. Daar ben ik echt bang voor. Weet je, ik heb geen zin om dood te gaan. Dus ik ga, weet je, ik ga gewoon eventjes niet hier hakken. Lijkt dat je misschien handig, Torgon? Ga eens weg, jij. Ga eens weg, jij kutspin. Ga eens weg, kutspin. Hé, hey, achtervolg je me nou? Mag toch niet? Het is niet macht. Het is niet tijd om spider te zijn. Wow, hij springt gewoon ziek hard op me, jongen. Madriakker. En ik heb niet eens mijn zwaard hier. Maar het maakt niet uit. We kunnen het gewoon met onze pickaxe aan. Je weet zelf, OP to the max. Dus dan kunnen we gewoon misschien beter hier een mij maken. In plaats van in de cave te gaan. Want dat is ook niet heel cool. Dan ga ik dat gewoon zo doen. Als volgt. Gewoon hier. Oh, wacht, hier. Ja. Maar dan heb ik ook een shovel nodig. Dat is ook wel handig. Weet je, ik ga even wat tools maken. Heb ik anders al een shovel gemaakt eerder? In een paar afleveringen? Nee, nog niet. Nou, dat is dom van me. Maar goed, doe je dat ook weer. Gewoon, ja, één stokje en dan daar twee bovenop als het goed is. Oh nee, dat is een zwaard. Oh, een stone zwaard is ook even handig om te hebben natuurlijk. Maar volgens mij werkt dat zo. En dan twee stokjes, right? Dan maak ik even wat stokjes, zo. Oké, en dan één daar bovenop. En dan dat is een shovel. A.k.a. een lepel in de... In de knolpower texture pack. Is ook wel grappig. Weet je, dan gaan we gewoon met de lepel graven. Dat is ook wel cool, toch? Vinden jullie ook niet, jongens? Graven met de lepel, dat is gewoon helemaal mooi. Is prachtig. Even kijken. We moeten dat wel op de juiste manier doen, hè? Gaan we dat gewoon één? We kunnen dat ook gewoon, zeg maar, op 1 op 1 doen. Of 2 op 1. Of wacht, 2 op 2 eigenlijk. Want dat is vierkant. Oké. Fuck. Ik doe dat altijd zo slecht, hè, mijnen. Holy shitballs, man. Ben ik echt ziek slecht, dat moet ik eerlijk zeggen. Daar ga ik het gewoon ook toegeven, jongens. Ik ben gewoon slecht in mijn. Oké, we zijn wel klaar met dat dirt gedoe. En kunnen we gewoon naar het echte werk gaan. Namelijk het gaan hakken met onze stone pickaxe. Mooi, dankjewel. Met vrienden goede minister-president. Zo, dan gaan we dat zo doen natuurlijk, jongens. En dan gaan we proberen wat resources te verzamelen natuurlijk. En nadat we dat hebben gedaan, gaan we gewoon verder met onze... dan gaan we gewoon met onze ex. Ex, ja, gaan we met onze ex vriendin. Dan gaan we gewoon namelijk een soort van paar stacks aan hout verzamelen. Dat is wel cool, toch? Een paar stacks aan hout. Oké, zo doe ik het nog goed. Nice. Verder, wat kan ik ook nog verder in deze aflevering doen? Als we heel wat steen hebben en we hebben ook heel veel... We hebben ook heel veel hout, dus zoals ik al net zei. Dan kunnen we bijvoorbeeld als eerste onze chest room afmaken door heel veel chests en al te gaan plaatsen. En dan kunnen we verder... Oh, wacht eens. We hebben geen torches, hè? Kutzooi. Hoe kan ik zo snel mogelijk torches fixen? Charcoal. Kunnen we dat fixen? Charcoal. Ik denk van wel, toch? Charcoal of what the fuck dan ook. Want dan moeten we echt... Ja, dan moeten we eerder moeten we dan bomen hakken. Oh, kip. Als we gewoon af en toe ook dieren zien, maken we die ook even dood. Oh, dan plaats ik dat in de furnace, want ik ga nu al bijna dood van honger. Kutzooi. Dat is niet goed. Dat is niet goed, jongens. Hier. En hier. Oké, nice. Ik weet niet of dat genoeg is, maar zo. Dan heb je zeker wel wat genoeg. Kutzooi, we gaan bijna dood, man. Een egg is een of andere granaat hier in de texture pack. What the fuck? We hebben ook heel veel saplings. Waarom ga ik die niet gewoon even plaatsen anders? Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet als we gewoon ook hout daar hebben allemaal in de buurt. Weet je? Dat is niet nodig. Gewoon saplings plaatsen en zelf een farm maken. Ik bedoel, we gaan sowieso straks een farm maken, dat zeker. Maar daar hebben we ook heel veel seeds nodig en shit. Maar ik weet niet hoe we daar eigenlijk aan gaan komen. Getting wood, dat heb ik toch al eerder gedaan. Kom op. Dat zegt hij ook soms. Die achievements kloppen ook echt voor geen ene reet. Moet ik echt eerlijk in zijn. Die kloppen ook gewoon echt voor geen ene reet. Ik weet echt niet hoe dat zit met die achievements. Maar ik heb echt wel 100% eerder hout gehakt. Even kijken. Zo. Hoeveel bomen moeten we wel nu afhakken, man? Kutzo. Ja, nu ga ik dat van honger. Nu moet ik snel naar huis gaan. En dan moet ik even wat eten pakken. Want we hebben namelijk wel gewoon 3 chickens. Of ja, gewoon van die mini chickens. Je killt eigenlijk gewoon zo'n kleine beest. En dan krijg je gelijk meteen eten. Dat is ook best raar als je zo over nadenkt. Maar ja, hey, alles kan. Thee kan, koffie kan.
Oh, nu al gekookt. Nice. Gaan we dat even vreten. Zo, want ik heb geen zin om dood te gaan. Zo. Kom op. Mooi. Oké, dan kunnen we nog even verder, jongens. Verder overleven hier. Ook al het maakt niet eens heel veel uit als we dood gaan, hè. Want we spannen bij ons bed en dan... En dan meestal ga je ook in de buurt dood, weet je. Dus eigenlijk is het niet zo'n heel groot probleem, dacht ik tenminste. Maar ja, je wil natuurlijk liever niet doodgaan dan wel. Tenzij je iemand bent die dat wel heel graag wilt. En ik heb serieus geen idee waarom je dat heel graag zou willen doen. Weet je, doodgaan, waarom zou je überhaupt dood willen gaan? Maar ja, het kan allemaal tegenwoordig, jongens. Het kan allemaal. Kijk, en zo. Oké, gewoon met onze pickaxe. Oh nee, wacht, we hebben een shovel. Waarom gebruiken we die ook niet? Zo. Oh ja, waarom hebben we geen stone pickaxe gemaakt? Een hatchet, sorry. Oh, dan gaan we ook nog zo even een stone hatchet maken, jongens. Want ja, dat is ook niet handig van mij. Ik ben ook niet zo heel slim bezig soms, moet ik eerlijk in zijn, jongens. Ik ben ook niet zo slim bezig, oké? Ik ben niet heel slim. Ja, eigenlijk wel. Ik doe 4 haven. Maar ja, dat zegt helemaal niks, weet je. Ik ben alsnog een mogol. Het spijt me. In mijn video's ben ik echt een mogol. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Oké? Doe even een duimpje omhoog, omdat ik een mogol ben. Oh ja, dat vraag je ook de laatste tijd niet, hè? Doe een duimpje omhoog. Alleen op het einde. Doe alvast een duimpje omhoog op dit video. Dan zie ik jullie weer ooit. En dan is het best wel dat ik eigenlijk zeg, doe alvast een duimpje omhoog, terwijl de video eigenlijk al over is. Ik weet het ook niet, man. Ik weet het ook niet. Ik heb zo van die zinnen die ik dan elke keer zeg, terwijl het zelf helemaal niet klopt. Oké, nu moeten we wel echt een pickaxe maken, dus ik ga naar mijn huisje toe. Oh ja, je ziet trouwens een blote hand. Dat heb ik zelf gefixt, maar ik heb wel gewoon mijn skin aan, hoor. Maar ik vind een blote hand, vind ik wel cooler. Oh, wacht, kijk. En dit zijn dan onze vingers, zeg maar. Ik heb dat zelf gedaan. Weet je, je kan dat via Nova shit wel doen. Kan je gewoon via het internet doen. Hoef je geen programma's te downloaden. Maar gewoon een skin te maken. Is best easy, weet je. Even kijken. Wat zouden we ook weer doen? Een pickaxe sowieso maken. Dat gaan we nu even doen. Met onze 2 stokjes. Zo. Hoppa. Oh nee, een pickaxe, hè. Nee, een hatchet. Sorry. Zo, een hatchet. Nice. Ik maak er gelijk meteen 2 van. Oh nee, kan niet. We hebben geen stokjes. Of nou, we kunnen stokjes maken. Maar ja, dat hoeft op dit moment niet. Gewoon even met deze hatchet. Oh, een boertje. Holy madriakker. Ga met deze hatchet even wat bomen hakken. En als het gewoon op is, dan is het op. Op is op, jongens. Voor de mensen die niet weten. Op is op. Oké, die boom moet ook nog even tweeën raken. Op een of andere mysterieuze manier. Hé, hey, kipje, kom eens hier. Kom eens hier, jij. Bam, dankjewel. Oh, huh? What the fuck? Dat heb ik de laatste tijd echt heel vaak, hè. Dat de kip niet dood wil. Hoe kan dat eigenlijk? Is dat met een reden of... Ik weet het namelijk niet. Ik weet het echt niet, man. Ik weet het echt niet. Soms willen ze gewoon je dood. Ik weet niet of dat de reden heeft. Of dat het dan niet groot genoeg is of zo. Ik weet het niet, man. Maar soms willen ze echt gewoon je dood. Op een of andere manier. Ik heb serieus... Nogmaals, ik heb geen idee. Vraag niet aan mij. Oké? Jullie mogen me helpen in de reacties. Door te reageren. Heel simpel. Oh, schat. Hebben we eigenlijk niet eens nodig. Van... Oh, kijk. Nu gaat hij opeens wel weer dood. Weet je, ik begrijp de logica hier niet in Minecraft. Soms gaat hij wel dood en soms weer niet. Kijk. Waaah. Dat is wel grappig. Kijk, nu wordt hij ook niet dood. What the fuck? En zo zijn hoofd. Lol. Kom op. You can do this. Ik heb trouwens echt heel vaak de vlogs van Enzo gezien vroeger. Ik keek echt heel vaak. Laatst zei er niet zo heel veel meer, omdat ik niet tijd voor heb eigenlijk. Kom op. Kijk, what the fuck? That logic though. Oké, en als ik weer weg ben en weer terugkom dan? Nee. Scapuut. Hoe kan dit? Maar wacht, waar is mijn huisje? Dat moet ik natuurlijk niet kwijtraken. Want dat is niet goed. Uh-oh. Oh, daar naartoe was het volgens mij, als ik het goed heb. Ga je nu wel dood? Nee, fuck jou. Beetje fuck jou. Een schaap die niet dood wil. Ga dood gewoon. Maar volgens mij is ons huisje hier, toch? Zou niet heel ver moeten zijn. Oh ja, daar is hij ook. Okay, hier is onze cave. Dus oké, mooi. Ik had al even een beetje hartpijn. Weet je, soms heb je gewoon even wat hartpijn. Oké, zo. Wat kunnen we op dit moment doen, denk je? We kunnen proberen om even... Wacht eens. Oh nee, laat maar. Oké, mooi. Ik heb soms van die gedachten, maar het is ook zo dat het fucking laat is op dit moment. Even kijken hoe laat het is. Het is op dit moment 11:30. Is ook niet goed voor mij, maar ja, kijk, ik kan in de middag niet echt meer opnemen door mijn zusje, want die schreeuwt elke keer er doorheen, zeg maar. Dat is niet cool. Heb ik ook heel vaak gezegd, dat is niet cool. Maar ze luistert niet. Dus ja, oh, hey, Minecraft, geluid, jij mag lekker oprotten. Dat vind ik niet aardig. Music weg, mooi. Zo, oké, wat kan ik doen, man? Ja, want ik moet gewoon bomen hakken eigenlijk. Maar ik heb ook eten tegelijkertijd nodig. Maar als ik geen dieren kan killen, dan heeft dat ook vrij weinig nut, moet ik eerlijk zijn. Weet je, we hebben wel genoeg hout gehakt. Ik ga met dat hout ga ik even heel veel oak planks maken. En daarmee chesten en maken. En ook torches. Ik ga eerst even torches in de shizzle in de oven fixen. Hoe doe je dat ook weer? Zo. Oh, wacht. Ik weet het, jongens. Eerst maak ik heel veel van deze shit. Want deze shit mag allemaal weg.
Oké, okay, ik weet het al. Zo doe je dat. Eén hier. En hoppa daar. En dan krijg je... Geen flikken. Of was het omgekeerd? Ja, het was omgekeerd, jongens. Zo. Oh, wacht. Dan verdeel ik het. Oh. Zo. Zo, en dan touw ik het ook aan die andere oven. Nice. Oké. Okay. En wat ik nu kan doen is dus eigenlijk heel veel chesten maken. Dat is niet heel moeilijk volgens mij. Oké, okay, nou, maar we hebben weinig hout over, man. Ja, waarom heb ik daar zoveel ingedouwd? Dat heb je niet eens nodig, volgens mij. Of wel soms. Ik dacht van niet, tenminste. Nou ja, ik laat het gewoon zo chillen. Weet je, ik laat het gewoon chillen. Rustig aan. Chillen. Oké? Okay? Dan ga ik gewoon... Oh, het wordt alweer donker. Slaapje doen. Slaapje doen. Mooi. Gewoon even mijn slaapje doen, weet je. Mijn schoonheidsrust. En wat ik vandaag eigenlijk heb gedaan, is niet echt heel belangrijk, volgens mij. Ik ben opgestaan. Zoals de meeste mensen doen, tegenwoordig. Maar ja, weet je, ik ging in de avond weer laat slapen. Ik ga vandaag proberen wat vroeger te slapen dan normaal. Want dan kan ik gewoon vroeger opstaan en dan is alles gewoon helemaal mooi. Maar ja, meestal ging ik dan in de avond gewoon League of Legends spelen. Dat is wel een grappig spel. Oké, dat is wel genoeg. Ik heb het hout nodig. Dat is genoeg. Ja, die vind ik niet meer leuk. Dat is genoeg. Zo, kan ik... Oh ja, stokjes maken eventjes. Heel veel stokjes hebben we nodig. Daar komen we ook echt tekort aan. Oh, niet van dat soort hout, maar dit soort hout. Zo, stokjes. Mooi, nu weg. Oké, okay, en wat kan ik nu maken? Nu kan ik heel veel shit maken met deze stokjes. Maar, voordat ik dat ga doen, heb ik sowieso echt heel veel chests nodig. Dus ik ga heel veel oak planks maken. Zo. En dit. Oké, okay, dan kunnen we heel veel chests maken als het goed is. En dat is gewoon dit, hè? Ja, oké. Okay, zo. Hm. Oh, wacht. Dat kan natuurlijk niet gemixt. Of wel soms. Ik weet het niet. We shall see. Zo. Nice. Oké, okay. Oh, dat is niet cool. Nog een chest. Nice. Oké, okay, en dan gaan we de rest... Gaan we even weer in onze inventory doen. En dan gaan we hiermee nog wat chests maken als het mogelijk is. Ik denk van wel zo wat moet eigenlijk. Ja, ik kan daar ook gewoon chests mee maken. Dat is best logisch. Het is gewoon... Ja, het is heel logisch doorgaan. Doe eens even normaal, man. Oké. Okay. Hier. Nice. Even 3 chesten als het goed is. Oké. Okay. Even wat meer. We komen 1 hout tekort. Anders konden we nog eentje van maken. Lukt dat zo? Ja, oké. Okay, nice. Oké, okay, 9 chesten. Daar ben ik wel tevreden mee, jongens. Oké, okay, dan gaan we als eerste even wat toortjes maken. Want we hebben natuurlijk niet voor niets stokjes gemaakt. Zo. Nice. Oh, yo. Dat is wel heel veel. Nee. Dat is genoeg. Dan hebben we gewoon echt voor eventjes genoeg toortjes. Weet je, dat is ook wel zo'n fijn gevoel. Oké, okay, dan gaan we dus eigenlijk een chestkamer maken. Maar dat wordt niet easy, denk ik. Maar want stel je voor, hè. We plaatsen hier een hout. Of wat dan ook. Dan kan die niet open. Dan kan die gewoon niet open. Dus dan moeten we sowieso hier ruimte in laten. Right? Gewoon zo. Oké, okay, en dan doen we dat gewoon hier ook. Zo easy. Zo. Oké. Okay. Mm-hmm. Gaan we dat zo doen? Nice. Bam. Dit hak ik er even allemaal uit. Dat heb ik niet meer nodig namelijk. Zo doen we dat. Hier ook. Gewoon hetzelfde. En wat kan ik dan hier plaatsen? Eigenlijk niks. En anders doet hij het namelijk niet meer. Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus laten we het gewoon zo. Of niet soms. Maar ja, het is wel cool zo. En dan... Oh, wacht. Ik maak even 2 andere ovens. Als ik houd... ja, ik heb cobblestone. En dan plaats ik die andere ovens gewoon hier. En dan is alles zeg maar een soort van symmetrisch. Heb je hier hout, heb je, ik bedoel hier chesten en daar chesten. En dan wil ik dan daar ook gewoon wat ovens. Dat ga ik even fixen. Zo, 2 ovens. La 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 la. Zo, bababam. 2 furnaces gefixt in this bitch. En dan gaan we dat hier plaatsen. Hout. Nice. Plaats dat hier. Hier. Oh, nee. Nice. Nu ben ik tevreden. Nu ben ik tenminste een beetje tevreden. Vinden jullie het ook even een beetje geordend uitzien, jongens? Vinden jullie het ook even lekker? Oké, mooi. Dan douw ik even alles in mijn chest dat ik niet nodig heb. Nou, we laten het gewoon even zo. Ga ik even mijn eten in de oven doen. Zo. Oh, wacht. Dat hoort omgekeerd zo te zijn, natuurlijk. Zo, oké. Nou, jongens, dan wil ik het afsluiten voor deze video. Het is best wel een lange aflevering geworden, denk ik dan tenminste. Dan duimpje omhoog. Abonneer voor meer video's. Dan zie ik jullie weer. Brain damage.